Welkom bij Focals. Ik ga jullie een rondleiding geven op ons huidige boothuis. En zoals je kunt zien is het wel een beetje vervallen. Het is erg huiselijk, erg studentico's. Het botenhuis van studentenroeivereniging Focals ligt er vervallen bij. En daarom gaan ze nog dit jaar verhuizen. Dit is dus een van de kleedkamers. Aan de andere kant is nog een kleedkamer voor de dames. Die is nog wat kleiner. Wat ik me altijd van de douches heel erg kan herinneren is als je na een koude training, zoals op zo'n koude dag als vandaag, van het water afkwam. Met meerdere ploegen tegelijkertijd, dan was het warme water altijd na een paar minuten op. Dus het was altijd strijden om wie het eerste onder de warme douche zou staan. Want anders dan vis je net achter het net en dan heb je koud water. Ja, ik zie het zelf inmiddels al bijna niet meer dat het een beetje een bij elkaar geraapt zooitje is en vervallen is. Omdat het gewoon, ja, je raakt een beetje aan gewend. Maar als ik zo, denk als je zo binnenkomt lopen, dat je wel kunt schrikken van de staat van deze kantine eigenlijk. Binnenkort verhuist Focals naar watersportcentrum Het Bastion aan de Spiegelwaal. Nou, zoals je net al hebt gezien is het oude pand behoorlijk vervallen. En barsten we eigenlijk qua vereniging, qua aantallen gewoon uit onze voegen. En dit pand is een stukje groter zoals je ziet. En we kijken ernaar uit om naar hoofd te gaan. Alles is nieuw, alles is verbeterd. Alles is goed onderhouden deze keer. En we kunnen ook gewoon simpelweg met veel meer leden hier roeien straks. Maar er is een probleem. Er is nog 13.000 euro nodig. Focals heeft genoeg geld om te verhuizen, maar te weinig om allerlei faciliteiten zoals een kantine te bouwen. De faciliteiten die we willen bouwen, die zullen we zelf moeten bekostigen. En dat is eigenlijk de grootste reden waarom wij mensen willen vragen om bij te dragen. En ik denk dat we echt met elk bedrag wat gedoneerd wordt, zijn wij super blij en dat waarderen we heel erg. Toch gaan Mats en Sophie het oude botenhuis wel een beetje missen. Ja, zeker. Het is de nieuwe boothuis gaat in alle opzichten echt een vooruitgang zijn. Veel betere faciliteiten. Het gaat in een veel betere staat zijn. Maar ik ga het wel missen. Het is toch een soort nostalgisch gevoel als je denk hier terug gaat komen straks.